Yo mensen, ja, de intro is helemaal niet zo goed. Althans, hij is niet zo goed, hij is gewoon niet geüpload. Want ik ben bezig met mijn telefoon overzetten naar iPhone. Want ik heb nu een Samsung, dus het duurt heel lang. Ik weet niet waarom het zo lang duurt, maar het is heel raar bezig. Sommige dingen zijn ineens weg van mijn telefoon. Dus daarom neem ik de intro zo op. De intro begint gewoon op school, of de vlog gaat gewoon verder op school. En ja, daarna, ja, de rest van de vlog staat er wel gewoon nog op, gelukkig. Dus hopelijk vinden jullie het goed. Kijk aan mensen. Kijk aan mensen. We zitten op 8 hoog. Ja, ik moet uitkijken dat ik mijn telefoon niet laat vallen. Maar je ziet aardig veel van Rotterdam hier. Denk ik. Vind ik. Zit aan de andere kant. Aan de andere kant is de stad. Maar ik heb nu les, dus ik zie jullie zo meteen aan de les. Oké mensen, ik ben bijna thuis. Ik hoop dat jullie me goed kunnen horen. Ik ben bijna thuis. Ik heb niks. Ja, trouwens, ik heb wel gefilmd in de terugreis. Ik heb gefilmd van de trein, want ik vond het echt een zieke trein. Maar daar ga ik straks verder over praten. Ik heb al mijn lessen gehaald, of gewoon gedaan. Ik ben klaar met mijn huiswerk, dus ik ben bijna thuis. Ik zie jullie zo meteen binnen weer. Oké mensen, ik zit op de fiets. Ik ben onderweg naar Ole's huis. Niet omdat Ole er is, maar ik ga mijn haar daar laten knippen. Ik heb ook een ander shirt aan gedaan. Ik weet niet of je het kan zien. Ik weet ook niet of je het kan horen. Maar ja, ik ben over een paar minuten en dan ga ik vanavond, voordat ik naar het sollicitatiegesprek ga, ga ik even douchen. Dus dat wilde ik zeggen. Het duurde een beetje lang om erop te komen, maar ja. Dan ga ik even douchen, zodat mijn haren niet de hele tijd in mijn shirt zitten en zo. Dat is heel kut. Maar ja, de kapper, zoals je ziet, was wel echt nodig. Ik zal zo meteen nog even een before en after foto doen, maar dat zien jullie zo meteen wel. Oké mensen, ik ben weer thuis. Ja, mijn haar ziet er nu zo uit. Ik heb nu nog niet gedoucht. Ik ga nog even douchen. Want ik heb net op de fiets gezeten. En ja, dan zit het nooit. Kijk maar, zo gaat het staan. Maar ja, ik heb straks sollicitatiegesprek. En daarvoor ga ik natuurlijk even douchen. Daarvoor ga ik eerst eten. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Oké mensen, zo ziet mijn haar er een beetje zo uit. Even kijken. Ja, het zit nu een stukje beter. Ik ga nu lekker eten. Of althans, zometeen ga ik eten. Ik weet niet wat ik ga eten. Oh ja, bami. Ik ga bami eten, lekker. Ik ga bami eten en daarna ga ik naar de Albert Heijn. Voor het sollicitatiegesprek. Ik ben op zich best wel zenuwachtig. Want ik heb er nog nooit één gehad. Althans, wel eentje. Maar ja, ik zie jullie zometeen na het eten weer. Oké mensen, ik ben weer thuis. Ik heb niet daar gevlogd, want dat vond ik nu nog niet fijn. Maar ik heb goed nieuws, jongens. Ik ben gewoon nu al aangenomen. Ja, ja, ja. De man is aangenomen. Ik ben daar best wel blij mee, want ja, kan ik weer werken. Ik ga drie dagen per week werken waarschijnlijk, maar dat is nog niet zeker. Dat moet ik nog bespreken, daar ga ik volgende week vrijdag naartoe. En wat ik hier ook heb liggen is, ja ja ja, een iPhone. Ik zeg Max, dat wordt waarschijnlijk mijn telefoon. En dat betekent ook betere kwaliteit en betere frames per second FPS. Dus sowieso is dat beter. Ik ga zo meteen ga ik alles overzetten. Ik ga nu even lekker mijn ijs eten. En ja, ik ga niet heel veel doen vanavond. Ik ga even alles overzetten, maar dat gaat heel lang duren. Want ik moet heel veel apps downloaden. En ja, apps downloaden zoals ik net zei. Simkaart en zo doe ik morgen. Dus waarschijnlijk komen we vanaf vrijdag. Even een stukje eten trouwens. Vrijdag komen we de vlogs van nieuwe kwaliteit online. Denk ik. Dus nou, hopelijk gaan jullie dat goed vinden. Dus, maar ik ga nu even genieten van mijn ijsje en wat YouTube kijken en dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké mensen, het is ondertussen alweer kwart over 12, bijna dan. Ik ga nu slapen. Ik ga morgen weer lekker trainen. Morgen heb ik een vrije dag, dus ik ga lekker uitslapen. Hopelijk zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Laat dan een blauw duimpje omhoog achter en abonneer hieronder op mijn kanaal en op Ole's. Zo. En op Ole's kanaal. Ja, zoals ik net zei, hopelijk zie ik jullie morgen terug om 8 uur bij een nieuwe vlog. En heb ik nog maar één ding te zeggen en dat is ciao. Zoals ik aan het begin van de video al zei, was het best wel jammer. Ik heb een heel stuk niet kunnen vloggen, want ik had echt al best wel veel. Ik denk oprecht dat ik een video van misschien 8 tot 10 minuten had kunnen maken. Maar nu is gewoon de helft van dat, dus dat vind ik echt best wel jammer. Ja, morgen wordt de vlog ook niet heel lang. Omdat ik heb niet zo heel veel kunnen filmen vanwege mijn nieuwe telefoon. Zeg maar, ik was bezig met het overzetten. Dus ik heb de hele dag
niet kunnen filmen. Wat ook best wel jammer was. Dus, maar hopelijk vinden jullie het niet erg. Zaterdag ga ik zeker weer een goede dag hebben. Dus dan wordt de vlog van zondag dan, zeg maar. Dus, ja. Of na morgen trouwens al. Morgen ga ik ook een betere dag hebben. Dus, ja. Laat even dat blauw duimpje omhoog achter, zoals ik net zei. En abonneer hier beneden op mijn kanaal. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is, ciao.